Je bent een van de sterkhouders van PSV FC Eindhoven. International van Oranje dat op het punt staat zich voor de eerste keer te plaatsen voor een WK. En daar heb je ook nog een basisplek ook. Het leven van Kika van Nessen zag er een jaar geleden rooskleurig uit. Tot april 2014. Wij speelden een WK kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland met het Nederlands elftal. We stonden in de 70ste minuut met 5-0 voor. En ik wil een actie maken en ik ga een Griekse speelster voorbij. En het moment wat daarop volgt is gewoon eigenlijk een hele harde trap van achter. Ik val eigenlijk meteen neer en ik merk eigenlijk meteen dat het fout is. Ik keek naar mijn benen en ik zag gewoon dat ik helemaal verkeerd lag. En toen wist ik eigenlijk dat het gebeurd was. Een dubbele beenbreuk werd er later in het ziekenhuis geconstateerd. Ja. De beelden zijn nooit uitgezonden, want volgens de KNVB waren ze te gruwelijk en absoluut niet toonbaar. Maar hoe erg de situatie ook was, de knop moest om. Er moest gerevalideerd worden en toen kon Van Nes alle steun gebruiken. En die kwam uit onverwachte hoek. Toen las ik dat berichtje van Kika en toen voelde ik, moet ik eerlijk verklappen, zelf meteen de pijn van de periode die ik zelf meegemaakt. Ik heb zelf 2 keer gebroken. De bedoeling is Ooyer. Krijsman met de tackle. En dan glijdt Ooyer vervelend uit. En dit doet goed zeer. Ongelukkige manoeuvre samen met Dennis Krijsman. En het betekent voor hem het einde van de wedstrijd. Dat moment dacht ik, dat zal toch niet. En ze had me verteld van de doelen die ze heeft. Ik dacht van ik voelde dat meteen. Toen dacht ik van dan laat ik wel even weten dat ik, ik weet niet. Ik weet nog steeds niet precies wat het. Maar ik had zoiets van, mijn gevoel zei gewoon, ik moet er even sturen. Want ik vond het zelf fijn dat ik in de kleedkamer lag, mijn been gebroken had. En dat ik wat berichtjes kreeg en dat mensen je steunden. Dat vond ik zelf een fijn gevoel. En aan de hand daarvan dacht ik van, een stukje kan berichtje om sterkte te wensen de komende tijd. Dat deed me wel even goed. In ieder geval ook om te weten, ik vond het in ieder geval fijn dat hij eraan dacht. En dat ik een berichtje van hem had ontvangen. En natuurlijk van iedereen, het was gewoon super fijn dat er heel veel mensen aan je dachten. En dat deed me heel erg goed. De twee krijgen meteen een band en Van Nes heeft veel steun aan de woorden van Ooyer. Van Nes wil kosten wat het kost dat WK halen en dat gevoel was herkenbaar voor de oud-verdediger. Hij wilde EK 2000 in eigen land halen, maar eenzelfde blessure voorkwam dat. Dus kon Ooyer zijn ervaringen overbrengen op de talentvolle verdedigster. Maar je weet wat voor traject je dan ingaat. Maar ik heb het zelf meegemaakt en dat is geen fijn traject. Met heel veel onzekerheden, heel veel pijn en het kost je veel moeite om dan toch je doel te willen halen. Kieke heeft als doel het WK, dat had ze al uitgesproken, daar hadden we het al over gehad van tevoren. Als je een doel voor ogen hebt, moet je daar 100% voor gaan en dat, zo'n jongen ben ik ook geweest. En dat was ook het sms'je wat ik stuurde van niet zomaar op gaan geven en natuurlijk vergaat de wereld op dit moment even, maar blijf wel je doel voor ogen houden. En als je het dan uiteindelijk niet haalt, dat je het in ieder geval weet dat je er alles aan gedaan hebt. Dat was ook de strekking van meteen het eerste sms'je van, en als er wat was, dat ze altijd kon bellen of me kon aanspreken van dat ik uit eigen ervaring kan praten. Dat vond ik zelf ook fijn met mensen die ik in die periode heb, die mij contacten, zeg maar. Ik ben hem toevallig ook op de goede momenten wel tegengekomen, dat ik af en toe al een keer in een dal zat en dat ik eigenlijk ook niet zo goed wist hoe ik ermee verder moest. Dus dat heeft me zeker wel geholpen en daardoor heb ik ook zeker wel stappen, denk ik, vooruit kunnen nemen. Goed om te horen, lijkt me, André, dit. Tuurlijk. Maar kijk, in eerste instantie stuur je zo'n berichtje niet voor jezelf. Of in eerste instantie sowieso niet. Dat stuur je om haar ook daadwerkelijk hard onder de riem te steken. En de keren dat we elkaar inderdaad tegenkwamen, de hetgang. Ik heb er ook wel eens pittig toegesproken. Ik zei dat ze nu een keertje moest kappen en gewoon, niet moest kappen, maar dat ze gewoon door moest pakken en in het doel moest blijven geloven. En ik heb die momenten zelf ook gekend. Ik dacht van, weet je, zoek het allemaal maar uit, ik kap ermee en ik ga gewoon nu 2-3 weken even helemaal niks doen. Die periode, daar win je niks mee. En in dat soort periodes kwam ik Kika af en toe tegen op de hetgang. Ik heb er ook wel eens aardig toegesproken door te zeggen van, kom op, niet je kop laten hangen, nu moet je gewoon doorgaan. En hopelijk leidt het tot iets moois voor haar. Van Nes ligt voor haarzelf op schema en de kans is er nog steeds dat het WK gehaald kan worden. Totdat ze bericht krijgt van de bondscoach. Hij zet Kika niet op de lijst met 35 kandidaten. Haar droom ziet ze in duigen vallen. Een jaar lang had ze maar één ding in haar hoofd en dat was Canada 2015. Die teleurstelling is voor Ooyer bekend terrein. Precies ook dat ze het op dit moment zwaar heeft, krachten of klachten heeft. Andere blessuretjes beginnen op te spelen. Dat is voor mij heel herkenbaar. En op het moment dat je op dat soort momenten moet je gewoon sterk proberen te blijven. En dat is soms heel moeilijk. Mentaal gezien is dat gewoon zwaar. En iedereen die zwaar geblesseerd is geweest, die herkent dat.
de eindfase is misschien nog wel de moeilijkste. Je moet eerst op gaan starten, dan moet je doorgaan en dan komt je eindfase. Dan komt je doel steeds dichterbij. Het wordt steeds moeilijker om dat ook te bewerkstelligen dan, want ja, de druk wordt steeds groter. Dan wil je ook meer, dan wil je vaak over gaan trainen. Allemaal dingen wat iedereen die geblesseerd is geweest, die herkent dat. En ja, ik heb dat helaas iets meer meegemaakt dan gemiddeld. En dan probeer ik haar daar wel mee te zeggen van ja, weet je, probeer wel te blijven strijden en te blijven gaan. En als het dan blijkt dat je het uiteindelijk je doel uiteindelijk niet haalt, ja, dat je wel alles eraan gedaan hebt. Ja, het heeft wel even geduurd voordat ik überhaupt besefte dat ik eigenlijk best wel een heftige blessure had. Ik dacht, ja, een beenbreuk, ja. Ja, ik had er eigenlijk niet zo heel veel van verwacht. Maar uiteindelijk kwam ik er eigenlijk steeds achter van het is toch wel moeilijker dan verwacht. Ik stel elke doel, ik wil binnen zoveel weken zonder krukken, binnen zoveel weken wil ik weer kunnen lopen. En elk doel wat ik voor mezelf stelde, dat haalde ik gewoon niet. En dan wou ik weer het veld op en dan lukte het veld weer niet. En het eerste half jaar heb ik denk ik alleen maar dingen meegemaakt die niet lukten. En dat vreet behoorlijk aan je. Totdat ik heb besloten om uiteindelijk die pinnen eruit te halen. En toen is het uiteindelijk ja, het geloof weer een beetje teruggekomen. Omdat ik er toen achter kwam dat ik gewoon nog kon lopen als een normaal iemand eigenlijk. En dat ik weer tegen ballen kon schieten. En dan heb ik nog niet eens over het vertrouwen wat je in je been hebt. Want dat is natuurlijk wel gewoon nog een issue. Maar wel het eromheen, dat plaatje was gewoon volledig weer terug. Ik had de doelen daarna ook van ik wil het EK gaan halen. Dus EK 2000 was hier in eigen land. Had ik ook van, ik wil dat EK gewoon halen. Uiteindelijk haalde ik dat dus net niet. Nee, ik wist wel voor mezelf van, ja, oké, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Alleen dan komt je carrière daarna, loopt ook nog door, want die stopt niet. En ik ben altijd in blijven geloven van, oké, ik ga mijn doel halen, ik ga ervoor, ik doe er alles aan. En op het moment dat ik het niet haalde, ging ik wel weer vrij snel door naar mijn volgende doel. En mentaal gezien is dat heel zwaar. En alleen je hebt een paar mensen om je heen nodig die je af en toe even een schop onder je reet geven. Die zeggen van, nou kom op nu doorgaan. Maar ook een paar mensen die je ook af en toe eens kunnen begrijpen. Door te zeggen, als je er eventjes doorheen zit en even geen zin hebt om te trainen. Weet je, het gaat twee kanten op. En ja, om mensen te helpen, ja. Vaak zijn de mensen die het beste kunnen helpen, die het zelf meegemaakt hebben. Die weten hoe je je voelt en hoe je erin staat. Ja.